Mark van Lente, ik wil graag even met jou terugkijken op het afgelopen seizoen en kijken naar aanstaand seizoen. Het afgelopen seizoen, wat is jou het meest bijgebleven? Uiteindelijk natuurlijk wat we bereikt hebben. We hebben drie prijzen gewonnen, de drie prijzen in Nederland. Daarnaast zijn we ook nog verkozen tot sportploeg van Zwolle. En uiteraard hebben we ook nog een leuke prijs gewonnen in Almelo. Dus... Ja, een collega van mij die zei het heel terecht, een triple plus. We hebben dit seizoen alles bereikt wat we kunnen bereiken. En ja, daar zijn we ontzettend trots op. Heb je alle prijzen en wedstrijden ook echt kunnen meemaken en beleven voor jezelf? Of heb je misschien wel echt geleefd door de sport? Nou ja, ik heb ze wel meegemaakt natuurlijk. En Supercup niet, omdat ik toen nog niet fit was. Maar goed, dat beleef je op een hele andere manier en dat is ook leuk. En voor de rest volledig van genoten. Hoe is het nou om voor de tweede keer kampioen te worden? Vorig jaar was het natuurlijk de eerste keer, een grote ontlading. Was het dit jaar hetzelfde of was het toch wat anders? Nou, ik denk dat je terecht zegt dat het een ontlading was vorig jaar. En dit jaar was dat ook zeker zo, maar is het ook meer een gevoel van trots. Want kampioen worden is natuurlijk één, maar blijven dat is niet altijd even makkelijk. En dat hebben we met elkaar gepresteerd en daar zijn we super blij mee. En ja, wat ik zeg, een gevoel van trots, dat overheerst dan wel. Wist je voorafgaand aan het seizoen al dat jullie kampioen gingen worden of kwam dat besef pas later in het seizoen? Nou, weten doe je nooit, want dat is in sport nooit zeker. Maar de verwachtingen waren natuurlijk hoog en we hadden zelf ook wel ingezet om die prijs te winnen. Maar weten doe je nooit. Dan wil ik even kijken met jou naar volgend seizoen. Inmiddels heb ik dus begrepen dat jij gaat stoppen. Wat is daar de reden achter? Nou, ik ga inderdaad... Dit was inderdaad mijn laatste seizoen bij Landstede. Lang over getwijfeld. Goed doordacht. Maar het is maatschappelijk gezien heb ik mooie kansen in het verschiet. Daarnaast is het al 9 jaar dat ik bij deze mooie club mag spelen. Heb nu alles meegemaakt wat ik kan meemaken. Prijzen gewonnen, alles 2 keer in Nederland. En dat is, ze zeggen vaak op de hoogtepunt moet je stoppen. En ik denk dat dit mijn hoogtepunt is. Vandaar de keuze. Had je toch niet nog een 10e jubileumjaar willen meemaken? Of is het echt van Mark van Lente heeft de triple gewonnen met Landstede Volleybal en stopt? Nou, dat is natuurlijk, die gedachten zijn wel door mijn hoofd geschoten. En dat weet je nooit, dat weet je altijd pas achteraf. Hè. Maar goed, de triple winnen en alle prijzen winnen in Nederland 2 keer, dat is denk ik wel een enorm hoogtepunt. Je weet nooit of het dan minder wordt daarna. En ik heb hier zoveel van genoten. En ik zou het jammer vinden als het minder wordt. Daarnaast heb ik natuurlijk rug nummer 9. En is het na 9 seizoenen dan ook mooi geweest. Dus alles valt gewoon mooi samen. En ik kijk er met heel veel plezier op terug. Met heel veel trots. En heb wel overwogen deze beslissing gemaakt. Ik neem aan dat we je volgend jaar nog wel een aantal keren hier in het sportcentrum mogen begroeten. Nee, ik kom echt niet weer. Nee, natuurlijk. Ja, ik ga zeker genieten vanaf een andere kant. En hoop dat Landstede het succes gaat doorzetten. En ik zal het op de voet blijven volgen. Dus dat is ook wel een keer leuk om het van de andere kant te bekijken. Nou, als je het dan over van een andere kant bekijken hebt, kan de sportsvereniging jou misschien dan eens een keer een trommel aanbieden tijdens een wedstrijd? Of wordt dat het dan toch niet? Nou, dat moeten we volgend jaar maar eens even bekijken. Maar het is misschien wel een mooie gelegenheid om iedereen te bedanken die mij de afgelopen jaren gesteund heeft. Niet alleen mij, maar ook de club natuurlijk. En daar valt de supportersvereniging natuurlijk onder. Ontzettend mooi dat ook door andere clubs wordt gezegd dat jullie een goede aanhang zijn. En daarnaast natuurlijk alle mensen, sponsoren, bestuur, teamgenoten, iedereen die daar aan bijgedragen heeft aan het succes. En uiteraard mijn familie. Dat is mooi om te zien hoe iedereen meeleeft en ben ik dankbaar voor. Mark van Lente, wij bedanken jou voor alle jaren bij Landstede Volleybal en wens je nog veel succes in je volgende maatschappelijke carrière. Dankjewel. Dank je.